heb beloofd dat ik deze week allemaal recepten zou delen die mijn hart verwarmen. En het eerste recept wat ik ga delen is witlofhaamkaas. Met aardappels en natuurlijk een stukje vlees. Dit gerechtje kregen wij altijd thuis op zondag. En nog steeds, als we thuis komen, dan maakt men dit. En dat vinden we allemaal heel erg lekker. En dat is het natuurlijk ook. En ik begin even met het snijden van de witlof. En die witlof die kook ik van tevoren even. Je kunt er ook rauw in doen. Alleen vanuit huis kopen wij de witlof even. En dan is het ook net weer wat zachter. En het is ook een heel geschikt recept voor als je niet zo van witlof houdt. Want door de hamkaas en de bechamelsaus, dan wordt die witlof wat zoeter. En dan is het dus ideaal daarvoor. Jan Vets ook, die houdt niet zo van witlof, maar die vindt dit wel heel erg lekker. En dus we stoppen de witlof dan ook wel eens een beetje door dat heel fijn te snijden voor hem. Dat kun je ook nog doen. Maar ik doe straks rolletjes maken, maar ik kook dus van tevoren eerst de witlof even. De witlof is heel simpel, kontje eraf, even door de helft. En de kern, dat is dit gedeelte, die haal ik er ook altijd even uit. Want dat is wat de witlof bitter maakt. En nou ja, daar houden wij zelf niet zo van. Nou, nu heb ik mazzel, nu heb ik goede witlof. En dan heb je niet zo'n groot hart. En de witlof die ga ik dus even koken. De witlof kookt. En ondertussen schil ik even aardappeltjes. Want zodra de witlof in de oven gaat, dan zet ik mijn aardappels op. En het is ook heel lekker met gebakken aardappels. De aardappeltjes die zijn nu ook geschild. En nu kunnen we verder met de hamkaasrolletjes. En dat leg ik altijd van voren even klaar. En dit is dus ook weer leuk, want toen wij nog jong waren, mochten wij dat altijd doen. En dat is dus ook weer een tip van mij. Als je dit maakt, is het heel leuk dat je kinderen ook met dit recept helpen kunnen. Ik heb nu die ronde ham. Gewoon twee plakjes bij elkaar en dan heb je een mooi rolletje. En ik maak meestal 4-5 rolletjes. Nou, en wij aten dit dus eigenlijk elke zondag. En nu als we bij mijn ouders eten, eten we het nog steeds. Nou, de hamerplakjes die liggen nu klaar. En dan doe ik daar gewoon kaas op. En wat voor kaas je dan gebruikt, dat maakt niet zo heel veel uit. Dat is gewoon de kaas die je in huis hebt. Ik gebruik ook wel eens geraspte. Nou, en dan gaat zo meteen de witlof erop. Mijn hamkaasballetjes, die liggen nu ook klaar, dus ik ga nu nog even het sausje maken. En dat mochten wij dus vroeger thuis ook altijd doen. Ik zei mijn moeder van, nou, als jullie nou dat sausje even maken, dan kan ik me even concentreren op de rest. Want dat sausje is wel een sausje waar je eigenlijk de hele tijd bij moet blijven. En ik maak hem dus, ik smelt wat boter. Maak dus eigenlijk gewoon een roux. Dat is wel grappig, want ik maakte dit dus al heel lang. En toen kwam ik een keer op een horecatraining. En toen vroeg er iemand aan mij. Of toen vroegen ze van wie weet hoe je een roux moet maken. Nou ja, en ik had zoiets, ja, weet ik veel. Dus ik zei nee. En toen ging ze het maken. Toen zei ik, oh, maar is dat een roux dan? Want dat maakte ik al heel lang. Dus ik wist eigenlijk wel wat het was. Alleen ik had het. Ik wist niet hoe het heette.
Dat is dan wel weer grappig, dat je iets vanuit huis leert. Maar dat je niet weet hoe het officieel heet. Ja, mijn moeder die had het natuurlijk geleerd op de huishoudschool. Ik zal even kijken, laten zien wat er in een pannetje gebeurt. Zo. Je maakt dus eigenlijk gewoon boter en bloem. En dan maak je een klontje van. Nou, het is niet moeilijk. Maar het is wel handig als je het kunt, want zo kun je dus eigenlijk alle sausjes maken. Als je nou pindasaus maakt, gebruik je in plaats van boter, gebruik je pindakaas. Maar het is ook heel handig om gewoon een brokje van dit in de koelkast te hebben liggen. Want als je dan een soep hebt die eigenlijk nog wat aan de dunne kant is, die je wat in wil indikken, dan doe je er gewoon een brokje van die roep bij. En dat vertelde Gaby mij toen. Dat was toen mijn mentor. Die zei van, als je een warme soep hebt, doe je een koude roux erbij in. En als je een hete roux hebt, dan doe je er koude vloeistoffen bij in. En dan gaat het nooit fout. Ja, dat zijn dan weer dingen wat je later leert. Maar wij gebruikten inderdaad altijd koude melk er doorheen. Nou, zodra die boter een beetje gaar is, dan doe je de melk erbij in. En dan is het een kwestie van roeren, roeren, roeren. De roer die het, de saus, heeft nu de juiste dikte. Ik doe het altijd naar elkaar door. En dan doe ik de witlofbolletjes afmaken. Terwijl ik het sausje aan het maken was, had ik ook de witlof al even afgegoten. Dus die is nu goed uitgewerkt, want anders krijg je een hele natte zooi. Dus dat is niet zo lekker. Dus dat giet ik altijd af even in een zeefje. En die ga ik nu in de rolletjes leggen. Nou, en wij houden best wel van vrij veel witlof erin. Nou, dat kun je natuurlijk helemaal zelf beslissen. En voor je vetsen doe ik altijd wat minder erin. En ik schep dat gewoon met, ja, ik doe dat met een kaasschaaf. Want dan heb ik mooi een flubbertje. Nou, en voor die van je vetsen pak ik even een mes. En dat snij ik even alvast een keer weer klein. Want anders dan zegt hij van ja, nee, maar dan vindt hij zo'n groot stuk en dat vindt hij niks. Terwijl hij dit wel best wel lust. Nou, en dit is altijd wel een klusje waarbij je een beetje vuurvaste vingers moet hebben. Nou. En dan hebben we allemaal twee. Dus een beetje afhankelijk ook van hoe groot de witlof je hebt. En hoeveel kern erin zit. Zo, alle witlof, die zit erin. En dan rol ik ze gewoon op. Nou, en die Fian vetsen, die rollen natuurlijk het makkelijkst, want die zijn het kleinst. Zo, even. Zo. Kijk, dan rol ik het op. En dan zul je misschien denken van ja, maar hoe weet je dan welke voor je vetsen zijn? Nou, die leg ik aan de zijkant. Dat zal ik zo even laten zien. Zo. Kijk, nog even een. Kijk, ik rol ze gewoon zo. Misschien op. En als je van die vierkante plakjes aan hebt, dat is nog makkelijker. Meestal denk ik dat dan als ik weer thuis ben. Tja. Of van die grote plakken aan, van die achterham of zo. Gebruik niet de duurste ham, want ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Nou. Zo. En ik heb dus mijn ovenschaal. Kijk, die van Jan Vetsen die doe ik aan de zijkant. En die van ons die doe ik in het midden. Dus dan kan ik die van Jan Vetsen er altijd goed uitvissen.
En dan heb ik mijn sausje. Die is ondertussen nog een beetje ingedikt. Maar dat geeft niks. Hij mag best wel een beetje aan de dikke kant zijn. Want als je hem eroverheen giet en hij gaat in de oven, dan dunt hij nog weer wat uit. Omdat natuurlijk er nog vocht uit je witlof komt. In kaasmel. Dus nou, dit giet ik gewoon zo op skee bovenop. En met een spatel haal ik het laatste beetje er ook nog even uit. Zo. Even een beetje schudden, zodat het overal in komt. En dan maak ik nog een crunchy korst. Voor de korst die erop komt, om het een beetje knapperig te maken, meestal gebruik ik een beschuitje of een paneermeel wat ik van tevoren maak. Of ik gebruik gewoon cracker. En die knijp ik gewoon fijn tussen mijn handen. En dat laat ik gewoon opvallen. En dan kan ik de oven in. Kijk, en dan heb je een mooie korstje. En dat wordt mooi bruin. Je zou eventueel nog een beetje geraspte kaas eroverheen kunnen strooien. Maar bij ons gaat die zo de oven in. En dan is dit het eindresultaat na een half uurtje in de oven.